Dinsdagmiddag 29 oktober 2013, rond 3:45, ontstond er brand in een windturbine aan de Mariadijk te Achthuizen. Twee monteurs waren op grote hoogte bezig met hun werkzaamheden. De brand werd opgeschaald naar middelbrand. De monteurs stonden bovenop de molen, bij de wieken, en vanaf het water werd gezien dat één monteur de molen insprong het vuur in. Hij wordt nog vermist. De andere monteur is naar beneden gesprongen en daar gevonden door de hulpdiensten. Er waren vier monteurs aanwezig bij de molen. Twee anderen raakten niet gewond. De tandwielkast op 65 meter hoogte is geheel uitgebrand. De complete molen is inclusief wieken 103 meter hoog. De wieken stonden even in brand, maar dat is gedoofd. Het lijkt erop dat de brand uit zichzelf uitgaat.